Er was een donder, een bliksem. Stefan Bouwman. Hoe is het, Kim? Het gaat hartstikke goed. Dat is mooi, dat is mooi. Wat was je aan het doen? Ik was mijn werk nog een beetje aan het afronden. Dus je was een goede afleiding. Yo. Wat voor werk doe je? Wat de even jongens, er komt hier iemand binnen. Ik ben Stefan. Kim? En ik bel je zo meteen even terug. Dat is goed. Ik heb gehoord dat ik hier even een serenade moet komen brengen. Dus Kai Merks verkleed in oprecht mijn broek en mijn t-shirt. Ja, het is eng hoe erg je op me lijkt, Kai. En ik heb gehoord dat ik hier een serenade moet komen brengen omdat er iemand jarig is. Dus laten we het doen. Gefeliciteerd. Oei. Oké. Ik dacht nooit aan morgen. Vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag. En ik dacht ineens aan morgen vroeg. Je hebt niet in de gaten wat je allemaal met me doet. Dat kun je ook niet weten. Ik heb je pas één keer ontmoet en toen heb je mij misschien niet eens gezien. Als ik jou zou vragen, drink jij wat van mij? Zou je dan lachen en blijft het daarbij? Ik moet het toch proberen, ik weet alleen niet hoe. Niet langer verlegen, ik wil, ik zal, ik ga naar je toe. Er was een donder, een bliksem, een slag toen ik je zag. Ik ben veranderd, een ander, sinds die ene lach. Ik geef me over, je hebt me, verzetten heeft geen zin. Ik ben veranderd, een ander, en dit is pas het begin. Want je hebt niet in de gaten, wat je allemaal met me doet. Dat kun je ook niet weten. Ik heb je pas één keer ontmoet en toen heb je mij misschien, ja, heel misschien niet eens gezien. Gefeliciteerd, man. Dankjewel, Kaatje. Mag ik een applausje voor iedereen voor Kai Merks? Er komen veel appjes voor je binnen, jongens. Samantha, wat mooi, kippenvel. Sabrina, kippenvel, wat kan je goed zingen. Ermier, top. Leuk, vanmorgen leuk. Heb je blijkbaar nog gezegd dat je niet kon zingen. Zo doe ik helemaal niet. Ja, ze staat wel bij, man. Hoe kom je aan mijn broek en t-shirt? Ik ben dan gewoon naar huis gegaan. Ik denk, ik moet je een broek hebben. Moet je t-shirt hebben. Ik heb ook een schoenen aan, die zijn 2 maanden te klein. Dus serieus ook mijn schoenen? Ja, ik doe net of het niks deert, maar het doet echt fucking veel pijn. Maar ja. Nou, het was een hele mooie, Kai. Maakt niet uit, laten we doorgaan. Zullen we als echt cadeau doen dat je dan een keer voor me invalt met de serenade? Nou, zullen we het voor de mensen die het krijgen niet doen? Hoe lang heb je gezeten om dit op... Want je hebt blauwe kleurlens ook in. Ja, nou, dat duurde eerst al 4 uur om die in te krijgen. Om 3 uur ben ik in de grimage gegaan. In de grimage. Wat eng. Allemaal een baardje plakken. Dingetje. Tatoeages. Zo. Ja, tatoeages. Ja, ze lijken niet helemaal, maar goed. Nee, ze lijken niet helemaal. God, dat is echt op alle slakken uitleggen wat je nou doet. Ik heb 2 uur in de smink gezeten en dan kom je een beetje met die tatoeages. Oh, ja, nee, ik ben hartstikke blij ermee, Kai. Dankjewel. Ik vind het heel lief van je. Oké, cool, man. Ja, vet. Dankjewel. Q.